VVD-Kamerlid Heike Veldman en kandidaat-Kamerlid voor de Partij van de Arbeid Giselle Schellekens gingen woensdagmorgen al vroeg stemmen bij het stembureau in het stadhuis in Nijmegen. Veldman, sinds anderhalf jaar Kamerlid, staat op de 39e plek op de VVD-lijst. Giselle Schellekens, raadslid in Nijmegen, staat op plek 28. Ik heb net op de VVD gestemd en ook op mezelf, lijst 1, nummer 39. Nou, dat is eigenlijk al wel heel bijzonder om jezelf op die lijst tegen te komen en dan dat vakje te kunnen aankruisen. Dus dat is altijd een bijzonder moment. Ik ben heel erg tevreden als we morgenochtend met z'n allen wakker worden en we dan kunnen zien dat de VVD de grootste geworden is. Ik denk dat dat goed voor Nederland is. We hebben afgelopen jaren veel gedaan, moeilijke keuzes gemaakt, maar we hebben nu de crisis achter ons gelaten. En het is nu zaak om de komende jaren voor te zorgen dat iedereen gaat merken dat we die crisis ook echt achter ons hebben. En dat iedereen er stapje voor stapje op vooruit gaat. Ja, het is natuurlijk super spannend, maar het voelt ook ergens als een opluchting dat de campagne voorbij is. We hebben allemaal heel hard geknokt en nu is het echt aan de kiezers. We gaan het zien. Het is super spannend. Ik heb eigenlijk nog nooit op mezelf gestemd, ook niet voor de gemeenteraad. Want ik vind het een beetje gek om op jezelf te stemmen, want daarmee zeg je dus eigenlijk, ik vind mezelf een geschikte kandidaat. Dat vind ik natuurlijk ook wel, want anders zou ik me niet kandidaat hebben gesteld. Maar het voelt toch een beetje gek om dan ook nog bij je stemrecht voor jezelf te kiezen. Het is heel leuk om met zoveel mensen te knallen voor hetzelfde doel. Een campagne voeren blijft gewoon echt super gaaf om te doen en gewoon heel erg leuk.